deugend weg. Het is van Diagra voor. Het haalrecord is 7.34. Mijn klok staat achter me stil op 7.35. Oké, hoe heet je? Mijn naam is Madia Gafour. En welke club? Fanos. En waarom atletiek? Waarom atletiek? Ja. Omdat het een hele mooie sport is, weet je. Je kan hier, kan voor alles gebeuren, je zag het vandaag. Ik kom met een slechte tijd, niet zo'n goede tijd binnen. En ik loop bijna WK-limiet op de 60 meter. Dus dat is gewoon een prachtige sport. Ja, en hoeveel keer per week train je? 6 keer op de baan, yep. En 4 keer in de krachtgrond, dus 10 keer. Oké. En wie is je trainer? Oscar Terro en Urda Rozenstruik. Oké. En heb je een held of heldin? Nee. Daar ben ik niet mee bezig. Ja. Je moet gewoon je eigen race lopen. Weet je, het is mooi dat andere mensen zo hard lopen, maar daar moet je niet naar kijken. Ja. Tuurlijk heb ik wel mensen waarvoor ik respect heb. Iedereen die hard loopt, daar heb ik respect voor. Ja. Maar het is niet echt dat ik naar één persoon kijk, nee. Oké, en plannen voor volgend jaar? Plannen voor volgend jaar, ik hoop WK-limiet te halen op de 400 meter. Oké. En op de 60 meter, maar vooral de 4. Oké. Ja. Dat is je favoriete? Dat is mijn onderdeel, ja. Ja. En heb je tips voor de jeugd? Heb ik tips voor de jeugd? Nou, gewoon een race tegen de klok lopen en niet naar tegenstanders kijken. En gewoon hard trainen, that's it. Oké, bedankt hè.